In deze video gaat Geert Wilders tekeer tegen Kaag. Voorzitter, het is ongelooflijk maar waar. 9 maanden na het aftreden van het kabinet van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, wegens het grootste schandaal van deze eeuw, het toeslagenschandaal, gaan diezelfde partijen nu opnieuw onderhandelen over een nieuw kabinet. Alsof er niets gebeurd is. Alsof ze nooit zijn afgetreden wegens de ongekende bestuurlijke rottigheid en het onbeschrijfelijke leed dat onder hun verantwoordelijkheid tienduizenden onschuldige gezinnen is aangedaan. Voorzitter, dat is zo vals en zo fout dat het nauwelijks te bevatten is. Zoveel slechtheid bij elkaar. De kiezer, ik zei het net al, wordt door Rutte, Kaag, Hoekstra en Zegers daarmee recht in het gezicht gespuugd. Ze faken schaamteloos dat ze met elkaar verder willen in het landsbelang, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat ze doodsbang zijn voor verkiezingen. Afgelopen zondag, in de laatste peiling van Maurice de Hond, verloren D66 en het CDA samen 17 zetels ten opzichte van de verkiezingen in maart. En vind je het gek, voorzitter? Terwijl de slachtoffers van het toeslagenschandaal nog steeds op hun geld wachten, lezen we dat Wopke Hoekstra in het geniep met zijn patserige Minerva-vriendjes met tienduizenden euro's aan het spelen is in de Caribische belastingparadijs de Maagdeneilanden. En nu zijn ze bang voor hun eigen hachje. Bang voor de kiezer. Bang voor verkiezingen. Sigrid Kaag voorop. Bijna de liberale gifpijl van politiek Den Haag. De prima donna van de Haagse heksenketel. Met haar zogenaamde nieuwe leiderschap. Voorzitter, laten we eens kijken wat dat nieuwe leiderschap van mevrouw Kaag ons ondertussen heeft gebracht. Om te beginnen, totale onbetrouwbaarheid. Na de leugens van Rutte dienden ze samen met Hoekstra op 1 april een motie van afkeuring tegen Rutte in en vond dat die moest opstappen. Hier scheiden onze wegen, zei ze. Toch gaat ze nu met hem verder. Vervolgens schoffeerde mevrouw Kaag de ChristenUnie door hen te vergelijken met een roestige auto die zijn voltooid leven al lang heeft gehad. Ze wilde liever iets progressievers. Toch gaat ze nu met hen verder. En daarna planten ze bij de schoollezing 6 messen in de rug van Rutte door hem een platte ritselaar zonder visie te noemen. En niet lang daarna was het de D66-Kamerlid Sjoerdsma die samen met 2 D66-voorlichters de smerige roddel de wereld ingooide dat VVD-informateur Remkes zo dronken was als een aardbei tijdens de formatieonderhandelingen. Voorzitter, dat hadden ze niet zelf verzonnen. Dat Remkes wel of niet veel of weinig alcohol zou hebben genuttigd, kunnen ze alleen van Kaag of Jette hebben gehoord. Voorzitter, wat een slechtheid. Wat een valsheid. Het lijkt wel of mevrouw Kaag aan een soort van politiek Gilles de la Tourette-syndroom leidt. Een soort van dwangstoornis, tot tierend en vals gedrag. Voorzitter, dat zo iemand dadelijk vicepremier kan worden, is onbegrijpelijk en onverantwoord. En voorzitter, mocht het kabinet Rutte 4, het kabinet Rutte Kaag, met het CDA en de ChristenUnie als bijwagen er inderdaad bijkomen, dan is dat slecht nieuws voor Nederland. Dan krijgen we nog meer klimaatgekkigheid, nog meer Europese Unie, nog meer QR-codes en nog meer islamitische immigranten, waaronder nog meer terroristen. Dan krijgen we ook Rutte en Kaag weer terug. Dan verandert er dus helemaal niets. Dan verandert er helemaal niets in Nederland. En voorzitter, ik beloof ze 1 ding. De PVV zal vanaf de eerste dag dat zo'n kabinet er zit, als het er al komt, alles, maar dan ook alles doen om ze zo snel mogelijk te laten vallen. Zodat we eindelijk nieuwe verkiezingen krijgen. Hoe eerder Rutte en Kaag van het politieke toneel verdwijnen, hoe beter.